Welkom allemaal bij alweer een nieuwe editie van de Beta Break. Ik ben blij dat jullie allemaal in grote getale weer zijn gekomen. Er zijn nog 3 plekken hier vooraan. Dus mocht je graag dicht bij de sprekers willen zitten, dan kun je hier nog komen zitten. Goed, nog bedankt voor onze huismuzikant Sierk. En nu gaan we praten over muziek. En als het om muziek gaat, dan weten we allemaal, denken we allemaal heel goed te weten wat we mooi vinden en wat goede muziek is en wat geen goede muziek is. Wat zelfs geen muziek is en wat wel muziek is. En dit suggereert eigenlijk dat er bepaalde regels zijn over de muziek. We hebben hier 3 wetenschappers die eigenlijk allemaal op hun eigen manier onderzoek doen naar deze regels. Of misschien wel geen regels. Dat gaan we allemaal zien vandaag. En onze sprekers vandaag zijn Michiel Schuijer. Hij is muziektheoreticus aan het Conservatorium van Amsterdam en geeft daar ook les. Henk-Jan Honing, professor in de muziekcognitie aan het Logica Instituut hier aan de overkant van de UvA. En Jan van der Kraats, professor wiskunde aan het Korteweg de Vries Instituut, ook van de UvA hier aan de overkant. Alvast een hartelijk applaus voor onze sprekers. En voor we gaan beginnen, nog even wat praktische zaken. We zijn ook te volgen op Twitter via @betabreakuva. Na afloop kun je, als je een stukje gemist hebt, misschien moet je halverwege weg de hele show ook terugkijken op betabreak.nl. En tot slot, als jullie vragen hebben, aarzel dan vooral niet om naar voren te komen naar Danne, die daar zit. Vertel hem even je vraag en dan zoeken wij een geschikt moment om die in te passen in het programma. Waar gaan we het over hebben? Ja, we hebben vandaag het uur ingedeeld in 3 onderwerpen. Namelijk, ten eerste willen we graag van de sprekers weten wat hun ideeën zijn over de muziek. En wat je eigenlijk aan muziek kunt onderzoeken. En wat die regels of niet regels dan misschien wel zijn in de muziek. Daarnaast willen we het gaan hebben over waarom we dit eigenlijk doen. Kunnen we niet gewoon alleen maar luisteren naar muziek? Waarom willen we daar eigenlijk een soort van grip op hebben? En op het eind willen we het nog gaan hebben over of we met die wetenschap die we dan al dan niet hebben, muziek kunnen maken. Dus bijvoorbeeld computationele muziek die we maken uit de regels die we halen uit al bestaande muziek. Goed. Voor we beginnen willen we de 3 sprekers de mogelijkheid geven om kort iets te zeggen over muziek aan de hand van een fragment. En daartoe wil ik allereerst Jan van der Kraats uitnodigen om even naar de piano te komen en iets te vertellen. Zal ik hier eerst iets vertellen? Ja, er is een microfoon bij de piano. Moet ik met mijn rug naar jullie toe staan, maar goed. Of moet ik hem zo pakken? Je kunt hem ook even eruit halen. Deze? Ja. Oké. Ja, muziek is voor mij een hobby in de eerste plaats, een beetje uit de hand gelopen hobby. Ik heb op een gegeven moment in de jaren 80 ontdekt dat er veel verband is tussen muziek, muziektheorie en verder wat je daar allemaal kunt doen. Daar heb ik me in verdiept. Ik ben niet de enige. Allerlei grote wiskundigen hebben zich daar en fysici hebben zich daar ook mee bezig gehouden. Nou, wat ik direct eigenlijk wilde demonstreren, dat is dat een muzikale toon, dat die gepaard gaat met boventonen. En dat er dus een fysisch verband is tussen bepaalde manieren om muziek te genereren. En dat er, ja. Aanslaat op de piano, dan is dat een periodieke luchttrilling met een bepaalde frequentie. En die toon die heeft gelijk ook nog allerlei. Ja. Die heeft in zich ook nog allerlei boventonen. En die boventonen die kun je ook op de piano laten horen. Maar dan heb ik eigenlijk weer 2 handen nodig. Maar eigenlijk. Eigenlijk wil ik dat, ja, dan dreigt het een heel verhaal te worden en ik wil alleen maar even een paar dingen laten horen. Nou, een van de dingen die ik heb ontdekt, dat is dat er bepaalde wetmatigheden zijn in overgangen binnen de muziek van het een naar het ander. En dat je daar aardige theorieën over kunt geven. En ik geef 1 voorbeeld en dat is dit. Dit is uit de
onvoltooide symfonie van Schubert. Die begint in B klein. Je hoort, dit is een soort tonenvoorraad en die tonenvoorraad die blijft een tijdje en dan komt er een thema en dan op een gegeven moment komt er een hele karakteristieke overgang. En die is als volgt. En dan gaat er iets gebeuren, dan komt er dit. De strijkers die houden heel lang de toon D aan en dan krijg je dit. Is plotseling het hele landschap veranderd. Je zit in een andere toonsoort, je hebt een modulatie. En als je dit eenmaal hebt... Je hebt nou het tweede thema en dat staat in een hele andere toonsoort. En hoe is nou die overgang van B klein naar G groot? En daar heb ik het een en ander over bedacht. Maar ik denk dat ik het hierbij eventjes Oké, dank u wel. Dankjewel. Als tweede willen we Henk-Jan vragen om iets te vertellen over muziek. We hebben ook een fragment van je opgestuurd gekregen. Wil je eerst iets zeggen of zullen we eerst naar het fragment luisteren? Laten we meteen luisteren. Ja, het is 20 seconden. Het is een concert. Nou zijn jullie de experts. Wie zegt dit is hartstikke goed? Dit vind ik interessante, mooie muziek. Wie zegt dit is ontzettend slecht? Dit vind ik niks. Oké. Jullie zijn het niet eens. Waarbij weer mijn punt geïllustreerd wordt dat muziek voor een groot deel bepaald wordt. Niet zozeer in dat object, die muziek zelf, maar door de luisteraar. Dit was een Thais olifantorkest. Dit zijn olifanten die door hun verzorgers, als je ze zo mag noemen, heen en weer slaan tegen allerlei instrumenten voor de toeristen optreden. Maar de grote vraag is het ook muziek voor hen? En dat is een vraag die ik in mijn eigen onderzoek probeer te begrijpen. Dus ik ben niet zozeer geïnteresseerd in muziek, maar in muzikaliteit. Wat moet je weten, kunnen en horen om iets als muziek te kunnen waarderen? Onze onderzoekinsteek contrasteert een beetje met wat Jan van der Kraats vertelt in de zin dat in ons onderzoek, mijn stelling die ik vaak gebruik is dat muziek geen geluid is. En dat het waarschijnlijk daardoor ook niet zinvol is om daar natuurkundig of wiskundig letterlijk naar te kijken. Wel de methodes in te zetten, maar niet als een natuurkundig object te zien. Omdat het eigenlijk veel meer met onze cognitie en onze perceptie te maken heeft. En is dit dan volgens u muziek, deze olifanten? Het punt is dat in onze oren is het muziek. Wij luisteren naar alsof het muziek is en dan is het muziek. Wij kunnen een trein voorbij horen denderen en in een muzikale context kunnen we daar als muziek naar luisteren. Dus dat hele, die definitie van muziek is opgerekt, met name in de laatste 50, 60 jaar. Zelfs stilte kan muziek zijn. Dus eigenlijk kan alles muziek zijn als je er maar intentioneel, zoals John Cage zegt, naar luistert. Dus ik vind het veel interessanter om dan te kijken van, ja, wat moet je dan waarderen en herkennen in muziek om het als muziek te herkennen? En dan kom je meer bij muzikaliteit uit en niet zozeer bij het object muziek zelf. Dankjewel. Ik denk dat we het hier nog meer over gaan hebben. Tot slot Michiel. Zelfde vraag. Zullen we eerst luisteren of wilt u eerst iets vertellen? Laten we eerst even luisteren. 38 seconden. En een volledig stukje. Verder gaan, wil ik jullie vragen om iets dichter in de microfoon te praten. Ja, goed. Dit is een stukje uit 1936,
componist is Anton Webern. Ik heb het even laten horen omdat het een iconisch muziekstukje is. Zo kort als het is, zoveel is er eigenlijk over geschreven. Veel artikelen. Je vindt het in ongeveer in elk handboek van 20e eeuwse muziek vind je hier een voorbeeld uit. En dat is wel te begrijpen omdat het zich op een bepaalde manier rationeel laat benaderen. Het is 12-toonsmuziek, dus gebaseerd op 12-toonsreeksen. En hier hoor je eigenlijk een spel van twee handen die elk zo'n reeks spelen. Een reeks die in een relatie staat van inversie. Dus de ene reeks is een spiegeling van de ander. En omdat ook de intervallen tussen de opeenvolgende reeksen gespiegeld zijn, hoor je ook steeds dezelfde intervallen terugkeren. Nou, ik zeg horen. De vraag is natuurlijk in hoeverre je dat bewust hoort. Dat is eigenlijk ook de reden waarom er zoveel over geschreven is. Er is veel geschreven om de toegang tot die muziek te vergemakkelijken. En de muziek biedt daar ook alle handvaten voor. Tegelijkertijd is dat ook de reden waarom bepaalde aspecten van deze muziek veronachtzaamd zijn. Het is ook een beetje een miskend stuk muziek. Want dit is een mechanisch proces wat ik nu net beschreven heb. Er zit ook een ander aspect aan. En dat is de articulatie. Voor de pianist is dit een geweldige opgave, omdat elke groepje van twee tonen op een andere manier gespeeld moet worden. Legato, dus de noten aan elkaar. Staccato, de noten los. Met een accent, met voorslagen. Dat wisselt steeds en dat wisselt eigenlijk random. Wat vaak vergeten wordt, als je zoiets hoort, denk je natuurlijk van ja, moet ik hier naar luisteren? Wat moet ik hierin horen? Waarom is dit geschreven? Dus dan is heel erg sterk gedacht vanuit de intentie van de componist. Maar we vergeten vaak één dimensie van de muziek en dat is de speler. Heel veel muziek is niet alleen voor de luisteraar geschreven, maar ook voor de speler. De componist biedt uitdagingen aan de speler. Van zo jongen, of meisje, laat maar eens zien wat jij hiermee kunt. En dat is met dit stuk ook zo. Dus het is ook echt speelmuziek. Dat moet je ook begrijpen. En dat is vaak een ding dat veronachtzaamd wordt. Mijn onderzoek gaat eigenlijk over muziekonderwijs. En de manieren waarop in het muziekonderwijs muziek benaderbaar wordt gemaakt. Waarop een traditie wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie studenten, muzici. En welke conceptueel instrumentarium daarbij gehanteerd wordt. En wist deze Webern iets af van de rationele benaderingen die daarna zijn onderzocht? Of is het ja, dat is interessant. Want hij, laat zo zeggen, dit is door de componisten die na hem kwamen, en dan heb ik het over mensen als Boulez, Stockhausen, Berio, beschouwd als het beginpunt van de nieuwe tijd. Dus zij zagen in de procedures die Webern gebruikte, die eigenlijk best eenvoudig zijn, een aanzet tot een nieuwe muziektaal. En die zijn vervolgens echt alle wiskundige aspecten van deze muziektaal, van de reeksmuziek, de seriële muziek, zoals het ook genoemd wordt, gaan onderzoeken. En dat heeft inderdaad tot een hoos aan zowel muziek als teksten geleid. Ik denk dat Webern zich daar niet erg bewust van was en dat het hem ook daar niet echt om ging. Dit was dus de introductie. Gaan we even verder naar de ideeën over muziek. Ik denk dat de meeste mensen in deze zaal wel een idee hebben over wat voor wetenschapper wordt gedaan over de muziek, of wat voor ontdekkingen misschien zijn gedaan over de muziek. Maar wat ik eigenlijk aan jullie wil vragen is, wat zijn eigenlijk de misverstanden hierom? Bijvoorbeeld Jan, is er iets wat mensen altijd denken dat het zo is, maar wat eigenlijk niet klopt in de wiskunde en de muziek? Ja, daar kun je een heleboel dingen naar voren brengen. Een van de dingen die ik altijd graag naar voren breng, dat is dat de indeling van het octaaf in 12 gelijke halve tonen, dat iets kunstmatigs is. En dat ook alleen maar voortkomt doordat we klavieren hebben waar 12 toetsen op zitten.
Maar dat is niet een wet van mede en perzen. Dat is niet iets wat zomaar vaststaat. Je kunt het ook op allerlei andere manieren doen. Bijvoorbeeld Christiaan Huygens, de beroemde fysicus, die stelde voor om een octaafverdeling in 31 tonen te maken. Dat is later in de vorige eeuw ook gerealiseerd door Fokker. En het 31-toonsorgel, dat staat ook in het muziekgebouw aan het IJ. En daar kun je er ook op spelen. Dus je krijgt eigenlijk hele andere manieren om te spelen. En bovendien, die 12, verdeling in 12, die heeft eigenlijk alleen maar te maken met de beperkingen van bepaalde toetseninstrumenten. Op een viool heb je daar helemaal geen last van. En bij blaasinstrumenten heb je daar ook geen last van. En als je zingt, ook niet. En als je bijvoorbeeld ook in de muziekliteratuur kijkt, bijvoorbeeld bij Mozart, het C-klein pianoconcert, de eerste 5-6 maten daarvan, daar komen al meer dan 12 tonen voor in de notatie. En Mozart noteerde dat gewoon allemaal met opzet, omdat hij vond dat die ook anders moesten klinken. En als je viool speelt, weet je ook dat je een vies anders moet spelen dan een ges, afhankelijk van de context die daarin zit. Dus die verdeling in 12 blokjes, dat vind ik een van de grote misverstanden. Henk-Jan? Ja, ik geloof, om er maar eens recht in te gaan, ja. dat al die boeken die volgeschreven zijn over stemmingen, begonnen met Pythagoras tot aan Helmholtz, suggereert, daar zit een idee onder dat er zoiets zal zijn als een mooie consonante, de juiste stemming. De juiste toon heet zelfs het boekje van Jan van der Kraats. Dat is onzin. En Helmholtz werd echt ook genoemd. Dat is echt onzin. En waarom is dat onzin? Omdat als we naar een concert gaan en we horen een pianist spelen, zo'n piano is, dat is zo'n beetje het valste instrument wat in Pythagoras oren of in Galileo's oren. 12 wortel 2. Je kan het je niet valser voorstellen hoe zo'n piano klinkt, maar het valt ons niet op. Mooie relaties, er zit het idee in van als 2 staat tot 3 en 4 staat tot 5, dat zijn mooie, heeltallige relaties. Pythagoras had er een hele concept over wat mooie en niet mooie intervallen zouden zijn. Je komt ze in muziek niet tegen, of amper tegen. En je komt ze ook in de natuur, bijvoorbeeld vogelzang. Je komt dat soort ratio's amper tegen. Dus het lijkt een soort schoonheid die je en niet terugvindt in de natuur en die niet zoveel met de muziek te maken hebben zoals we die tegenwoordig hebben. Het kan ons niet zoveel schelen, stemming. Michiel, jij doet onderzoek ook naar patronen in de muziek. Wat denk jij daarvan, dat het onzin is? Nee, maar ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen patronen die bewust in de muziek zijn aangebracht en patronen in de manier waarop wij muzikale verschijnselen beschrijven. Laat ons zeggen, veel patroondenken zit in de taal waarmee wij muziek benaderen. En niet per se in de muziek zelf. Dus dat in reactie op wat hiervoor gezegd is. Ik weet niet of ik... Mag ik nog een paar misverstanden aandragen? Ja, want ik heb er wel een paar. Een groot misverstand is dat muziektheorie het eigenlijk tot het instrumentarium van de muziekwetenschappen behoort. Dat bestrijd ik. Ik vind muziektheorie een onderwerp van de muziekwetenschap. Ik vind veel meer dat, laat zeggen, de muziektheorie zoals die dient om muzici op te leiden en soms ook tot voor een deel muziekwetenschappers op te leiden, is cultuuroverdracht. Dat is een heel ander soort functie. Ik sprak net al even met Henk-Jan over het woord theorie, wat in dit opzicht verwarrend is. Ik heb zelf zowel aan het conservatorium lesgegeven als aan de universiteit. En het grappige is dat de vakken die ik gaf, muziektheoretische vakken, aan de universiteit als praktische vakken werden gezien. Voor conservatoriumstudenten zijn dat de theoretische vakken. Dus dat is één misverstand dat ik uit de weg wil ruimen. Een ander misverstand is de rol van muzieknotatie. En ik wees er net al eventjes op in verband met Weber. Dat zijn die variaties voor piano. Er wordt vaak gedacht dat in klassieke muziek de muziek van het blad gespeeld wordt. Alsof je een boek voorleest. Maar de notatie is vaak, zoals ik zei, een uitdaging aan de speler. Er is een veel actievere interactie tussen de componist en de uitvoerder via die notatie. En er is geen sprake van een tekst die
als het ware wordt voorgedragen. En het kort. Ik wil even inhaken op wat je zojuist ook zei over dat wij dit soort patronen soort van projecteren op de, ja, op de muziek. Henk-Jan, volgens mij heb jij ook iets dergelijks gezegd over beat en puls. Ja, ik ben het dus helemaal daar niet mee eens. Die patronen die komen op een natuurlijke manier uit de fysica en uit de wiskunde voort. En die fysica die heeft te maken met wat wij een muzikale toon noemen. En dat is een periodieke luchtdrukvariatieverschijnsel. En daar kun je een aantal aspecten van onderscheiden. En ze worden eigenlijk in de muziek meestal voortgebracht door strak gespannen snaren. En ook door luchtkolommen in blaasinstrumenten. En daar kun je ook de menselijke stem bij rekenen. Nou, dan is het zo dat wanneer je zo'n toon voortbrengt, dat er dan van alles meekomt. Er is natuurlijk de frequentie, dus het aantal trillingen per seconde. Dat bepaalt de toonhoogte. Dan de amplitude, die bepaalt de luidheid. En dan de mix van boventonen die er meekomt, dat bepaalt de timbre. Al die dingen die kun je gewoon beschrijven. En dan vervolgens is de vraag, wat gaan we doen wanneer we niet één toon hebben, maar verschillende tonen? Dan hebben we het over intervallen. En dan kun je dus een melodisch interval tonen na elkaar horen. Maar je kunt ook een harmonisch interval tegelijkertijd. En dan is het onmiskenbaar zo dat bepaalde combinaties, dat die ons zeer onaangenaam in de oren klinken. Denk aan zwevingen. En ook van, je moet het maar oplezen zoals het, als je moet maar spelen zoals het er staat. Nee, je moet heel zorgvuldig werken. En zeker wanneer je instrumenten hebt of de zang hebt, waarbij je echt heel precies de toonhoogte kunt reguleren. En wanneer je dat niet goed doet, dan zijn er veel mensen die daarvan schrikken. En dan zeggen, ja, maar dit is helemaal niet goed. Dit is onaangenaam. En je kunt dat op allerlei manieren ook demonstreren. Mag ik daar even op reageren misschien? Ja. Direct. Ik ontken al deze verschijnselen niet. En dat ze tot zekere hoogte belangrijk zijn. Maar er is ook al een probleem. Er zijn door theoretici over de eeuwen, ze zijn er net al een aantal genoemd, pogingen gedaan om het verschijnselmuziek, als een proces dat zich in de tijd afspeelt, te verklaren vanuit die natuurwetten. En je kunt zeker, we zeggen, de natuurlijke grondslag van een klank, een interval, omschrijven, benaderen. Maar waar men nooit echt goed in geslaagd is, is om die wetmatigheden te vertalen in protocollen voor het schrijven van muziek. Dus het is goed te verklaren waarom een bepaald akkoord goed klinkt, zuiver klinkt, consonant. Maar het is veel moeilijker te verklaren waarom het ene akkoord noodzakelijkwijs met het andere verbonden moet worden. Dat is een, laten zeggen, een veel meer arbitraire kwestie. Maar Jan, je hebt ook wel onderzoek gedaan naar muziekstukken in zijn geheel, hoorden we net. Ja. Niet alleen maar naar de tonen en de intervallen zelf. Nee, ik heb er net op de piano ook al een heel klein voorbeeldje van laten horen. Wat je krijgt als je er muziekstukken, bijvoorbeeld grotere muziekstukken uit de klassieke muziek, Beethoven, Schubert, Mozart, Bach, gaat analyseren, dan zie je dat daar als het ware sprake is op elk moment van een zeker tooncentrum, een soort rustpunt in het geheel, en dat rustpunt in de loop van het stuk gaat verschuiven. En ja, dat kun je constateren, maar het is natuurlijk mooi wanneer je die patronen kunt identificeren en kunt laten zien dat inderdaad een verschuiving van de toonsoort, een kwint omhoog of een kwint omlaag, dat min of meer natuurlijk is, dat diezelfde tonenvoorraad of bijna dezelfde tonenvoorraad een rol speelt. En ook wanneer je een modulatie over een grote terts doet, dat iets is wat niet volkomen vreemd is, en niet arbitrair is, maar iets wat ook uit de aard van die stukken voortkomt. En wat dat betreft zit je dus met de majeur- en minor-systemen waar wij aan gewend zijn, die op een gegeven moment dominant zijn geworden in onze westerse muziekcultuur. Niet alleen maar in de klassieke muziek, maar ook in de jazz en in de popcultuur. En dat heeft bepaalde patronen. En dan gaat het er niet om dat we dingen moeten voorschrijven. We gaan de grote meesterwerken bekijken en we gaan kijken wat gebeurt daar allemaal aan modulaties. En is dat op de een of andere manier, is daar iets uit te halen? En dan blijkt er verrassend veel uit te halen zijn. Nou ja, er blijkt verrassend veel uit te halen als we kijken naar de muziek die gecomponeerd is in de laatste 200 jaar in West-Europa. Ja, zeker. Als we kijken naar, de muziek wordt over de hele wereld gemaakt, dat is heel
fascinerend vind ik dat, in een heleboel verschillende culturen. Als je daar kijkt naar hoe die muziek eruit ziet, en als je dan de theorie toetst, zien we daar in al die muzieksystemen, in al die toonladders die gebruikt worden, of toonsystemen die gebruikt worden, zien we daar de natuur terug? Dan is het antwoord nee. Dat is verrassend. Dus dat, in ieder geval als je naar grote, er is pas een prachtig artikel in PNAS, in de Proceedings of the National Academy verschenen, die naar een heleboel muzieksoorten kijkt, en die vinden dat soort structuren niet terug. Er zijn wel een soort wat ze noemen statistische universalia. Er zijn wel dingen als dat toonladders bestaan uit combinaties van kleine en grotere intervallen. Maar niet dat je overal 2 staat tot 3, 1 staat tot 2, 4 staat tot 5 terugvindt. Dus ik denk dat, de hypothese dat muziek, of het geloof ik dat het is, dat muziek een reflectie is van de fysica, van de manier hoe geluid zich gedraagt en voortplant, is niet wat ik zie en wat wij zien als je kijkt naar alle muzieken over de hele wereld. Verrassend genoeg, dat had een hele mooie verklaring kunnen zijn. Ja, want Jan, jij zei zojuist dat we, als je bepaalde intervallen laat horen, dat we dat echt niet mooi vinden. En dat we aan die hand daarvan... Daar is veel over te zeggen. Want als ik naar Chinese opera luister, vind ik ook niet mooi. Je moet een aantal dingen uit elkaar halen. Pythagoras had het over intervalrelaties. 2 staat tot 3. 2 tonen die mooi klinken samen of niet. Een kwint klinkt mooi. Maar als je luisterexperimenten doet, en dat heeft Leefeld en Plomp hebben dat gedaan in de jaren 60, dan blijkt dat er meerdere factoren zijn. Er zijn op zijn minst 3 factoren. Het is het interval tussen 2 tonen die maakt of het consonant is of niet. Het is de absolute toonhoogte. Een kwint laag op de piano klinkt veel valser dan hoog op de piano. Dus het is ook de absolute frequentie die belangrijk is. En het timbre. Een kwint op een piano klinkt anders dan een kwint op een gamelan. En als je dat dus goed wil modelleren, als je dat wil beschrijven, wat is nou consonantie, dan moet je de toonhoogteverhoudingen en het timbre in acht nemen. Een bepaalde toonladder klinkt beter op een bepaald instrument dan op een ander instrument. En daar zijn inmiddels modellen van die dat beschrijven in wat algemenere zin. Er is veel over te vertellen, maar ik stop. Jan, je wou iets zeggen of niet? Oh. Ja, mag ik dan? Ja, gamelan, dat is een heel mooi voorbeeld. Maar dat wordt voortgebracht met allerlei slaginstrumenten. En die hebben niet die boventonen structuur die we van de gespannen snaar en van de luchtkolom kennen. Zijn het dan onnatuurlijke instrumenten? Nee, dat zeg ik toch helemaal niet. Nee, ze gedragen zich niet fysisch? Het is hele andere muziek waarbij ritmische patronen een belangrijke rol spelen. Klankkleur een belangrijke rol spelen. Dus ja, daar moet weer ander onderzoek naar gedaan worden. En ik pretendeer ook geen universele geldigheid. Ik probeer het alleen dat die westerse muziek die wij hebben en die over de hele wereld enorm veel beoefend wordt, dat daar bepaalde wetmatigheden in zitten. We hebben een vraag uit het publiek. Abel? Ja. Ah, mooi. Er wordt nu de hele tijd wel gepraat over heel veel wetmatigheden en zelfs wiskunde en wetenschap in de muziek. Maar het is mij nog niet helemaal duidelijk wat daar dan de voorbeelden van zijn. Is er alleen maar dat je af en toe 3 wordt tot 12 tegenkomt? Of, want dat zijn gewoon getallen, dat is nog niet echt wiskunde. Of zit er echt een soort heel formeel stelsel ook omheen? Nou, ik kan een voorbeeld geven. Michiel, Ik zat net te denken, ook een beetje in het... door deze discussie hiervoor, te denken aan het werk van David Lewin, een Amerikaanse muziektheoreticus. Hij is in 2003 overleden. David Lewin heeft eigenlijk voorgesteld muziek te beschrijven in termen van intervallen. Ik bedoel, dat lijkt helemaal niets nieuws, want daar hebben we het eigenlijk al de hele tijd over. Maar het gaat hier om generieke intervallen eigenlijk. Wat hij voorstelt is, waar hij over schrijft, is over mentale voorstellingen die we hebben bij muziek. We stellen ons muziek vaak voor in termen van bepaalde objecten. Dat kunnen toonhoogten zijn, dat kunnen ritmes zijn, toonduren, dat kunnen timbres zijn. En zijn voorstel is om elk van deze ruimtes, want dat zijn eigenlijk ruimtes van objecten, te beschrijven als intervalsystemen. Dus intervalsystemen hebben niet alleen betrekking op toonhoogte, maar eigenlijk ook op al die andere dimensies van muziek. Heel interessant is ook dat Lewin bijvoorbeeld zegt, er zijn eigenlijk geen objecten. Elk object vertegenwoordigt een bepaald interval ten opzichte van een ander object. Dat geeft een heel dynamisch beeld van de muziek, waar we normaal gesproken eigenlijk altijd zouden zeggen van, nou, een interval is een groep van
twee tonen met een relatie daartussen. Lewin zegt, dat is eigenlijk alleen maar interval, alleen maar beweging. En dat komt wel enigszins overeen met onze waarneming van muziek als een proces dat voortschrijdt in de tijd. Die intervallen, en nu kom ik dan even op de wiskunde, die intervalsystemen, die hebben de kwaliteiten van een groep. He, dus die hebben voldoen aan de criteria, bijvoorbeeld dat een combinatie van twee intervallen altijd een interval is uit diezelfde set. En dat betekent dus eigenlijk dat ofwel die ruimte oneindig is of modulair. Dat is een voorbeeld van een manier om muziek te bereiken. En zijn pretentie is dat hij daarmee muziek uit, niet alleen de westerse muziek, maar ook muziek uit andere culturen, muziek uit verschillende tijdperken, ook muziek die nog gemaakt moet worden, kan beschrijven. En dat laatste aspect is interessant, want we hebben het natuurlijk over beschrijving, over verklaring en die dingen meer. Maar een heel interessant aspect van theorie is natuurlijk ook het creatieve aspect. Het feit dat je iets kunt bedenken en daarmee muziek kunt maken. Ja, we komen er vast straks nog wel op terug. Maar toen ik begon met dit onderzoek behoorde ik ook tot de categorie Helmholtz, tot Boulez en Stockhausen, in de zin van dat er een soort idee was, er moet iets zijn in dat geluid, een structuur die we moeten herkennen, die iets maakt, dat maakt dat mooi en dat maakt dat minder mooi. Daar moet iets zijn. Deze theorieën klinken allemaal zo aantrekkelijk en bestaan al zo lang. Ik heb dat idee helemaal verlaten. Ik gebruik nog wel die wiskunde, maar meer als een manier inderdaad om het te beschrijven en in de hoop zelfs nog om dingen te verklaren. Maar dat muziek intrinsiek zich draagt volgens een bepaald wiskundig systeem, is denk ik een verkeerde insteek. Jullie zijn het duidelijk niet helemaal met elkaar eens, maar het is duidelijk dat jullie wel allemaal toch onderzoek doen naar wat die muziek dan is. Al dan niet of er wel of geen patronen in zitten. En in het volgende kopje, ik wil nog even duidelijk maken dat jullie vragen kunnen stellen, even melden bij Danne. Willen we het graag hebben over waarom eigenlijk dat onderzoek? Wat hebben we daar eigenlijk aan? En ik wil beginnen met vragen aan Jan. Die dingen die je dan vindt in zo'n muziekstuk, geven die voor jou meer betekenis aan dat stuk? Wordt het daardoor mooier? Ja, ik denk dat ik daar voor mezelf volmondig met ja op kan antwoorden. De structuren die ik heb ontdekt, die overigens voor een groot deel ook al door anderen zijn ontdekt. Euler bijvoorbeeld, Helmholtz is genoemd en anderen. Die geven je inderdaad een soort houvast om de structuur van gecompliceerde muziekstukken. Denk aan symfonieën, aan sonates, al dat soort dingen. Om daar greep op te krijgen. Dat het niet alleen maar een continu geluidservaring is. Maar dat je er eigenlijk in thuis raakt. Dat je thema's gaat herkennen, dat je dingen gaat herkennen. En dat geeft verdieping. En daar ben ik heel erg blij mee. Dat er inderdaad is. En tot mijn grote verrassing, vroeger was ik gewoon maar een beetje amateurpianist. Maar ontdekte ik dat inderdaad die wiskundige achtergronden en die fysische achtergronden, dat die een grote verrijking betekenen van het geheel. Natuurlijk, in de eerste plaats zit ik te luisteren. Maar wanneer ik meer weet van die structuur, dan hoor ik andere dingen. En het is zoals een bekende voetballer zegt, als je moet erop letten voor de anders. Nee, het wordt anders als je er. Nou ja, ik weet het niet meer precies. Je gaat het pas zien als je er erg in hebt. En zo is het hier ook. Je gaat het pas horen als je er erg in hebt. Je ziet het pas als je het door hebt. Ja. Ja. Jan, is het niet soms ook zo dat we muziek echt geniaal vinden op het moment dat het juist afwijkt van patronen? Kan dat niet? Het moet niet al te voorspelbaar worden, natuurlijk. En dat is ook het geheim van de grote componisten. Never a dull moment. Dus dat ze elke keer weer nieuwe dingen ontdekken. En bijvoorbeeld zo'n tertsmodulatie, dat is betrekkelijk recent. Dat vind je voor het eerst eigenlijk zo in de tijd van Mozart, zo af en toe. En dan Beethoven doet het veel vaker en Schubert doet het in bijna al zijn stukken. En als je dat weet, dan ga je daarop letten. En dan zeg je, dit is inderdaad een fantastisch effect. En ik gaf er net dat voorbeeld, maar dat verdiept de hele zaak. Dus ja. En Michiel, jij bent ook docent aan het conservatorium. Wat hebben jouw studenten, onze toekomstige muzikanten, aan
de muziektheorie? Wat, hoe helpt het hen om beter, zoals Jan vertelt, om beter muziek te maken? Nou ja, voor een deel is dat inderdaad, ik ben het met Jan eens, het is muziek beter leren kennen en daarmee op voet van intimiteit te komen, zou je kunnen zeggen. Je kent op een gegeven moment een muziekstuk zoals je een persoon kent. Alle eigenschappen. Dus dat is een belangrijke functie daarvan. Het leert ook bepaalde routines te herkennen. Die je als muzikant wel, de kennis waarvan je als muzikant echt nodig hebt om hele simpele redenen. Gewoon soms om een repetitie efficiënt te doen verlopen. Om te weten hoe je moet fraseren. Om te weten waar dan precies die plekken zitten die afwijken. En waarom ze precies afwijken. En welke stemmen daarin eigenlijk de belangrijkste rol spelen. Dus dat inzicht is voor muzici natuurlijk heel belangrijk. Dat ligt op een wat ander vlak dan puur en alleen het verklaren. Of het wetenschappelijk verklaren. Het gaat hier ook weer om mensen deelgenoot maken van een bepaalde uitvoeringscultuur. En daar horen dus dit soort lessen, dit soort kennis bij. En denk jij dat Bach, Beethoven, Schubert, dat die zich daar bewust van waren? Of? Ja, dat durf ik wel zeker te stellen. En sterker nog, er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan in de archieven van de oude Italiaanse conservatoria, waar veel nu nog steeds beroemde componisten les hebben gehad. En er zijn talloze oefeningen gevonden die de studenten, kinderen nog, vaak wezen, moesten leren, dag in dag uit. Ik bedoel, het zou nu inderdaad kindermishandeling heten, maar toen dat tijd was het een zeer gedegen opleiding die wel iets van 10, 15 jaar kon duren. En dat bestond uit het constant oefenen van bepaalde patronen, bepaalde schablonen zou je eigenlijk kunnen zeggen. En het grappige is dat als je die oefeningen doorneemt, hoor je allemaal bekende stukken langskomen. Fragmenten daaruit. Allemaal dingen die, bij wijze van spreken, die componisten van de plank trokken. Wij vragen ons nu vaak af, hoe waren die componisten in staat om zoveel muziek te schrijven? In zo'n hoog tempo. En dan ook nog allemaal op te schrijven. Ik bedoel, als ik een Matthäuspassie zou moeten opschrijven, zou ik een half jaar bezig zijn. En dat is een raadsel eigenlijk voor ons nu. Maar het wordt enigermate verklaard door te begrijpen dat de componisten niet in het maakproces niet van noot naar noot dachten, maar in hele grote eenheden. En Henk-Jan, sinds jij erachter bent dat er niet iets is in de muziek, ben je muziek daarom meer gaan waarderen of minder of op een andere manier? Nou ja, ik ben vooral geïnteresseerd in die luisteraar. En die luisteraar zijn we allemaal. We zijn niet allemaal Beethoven en Mozart, maar wel kunnen we allemaal muziek waarderen. Iedereen houdt van muziek. Iedereen heeft zijn favoriete stukken. Iedereen kan daar opgewonden, blij, droevig, janken, rillingen op je rug. Dat kan iedereen. Dat vind ik interessant. En dat probeer ik te snappen in mijn onderzoek. Van wat nou maakt nou dat je een liedje in je hoofd blijft steken? Hoe komt het dat je kippenvel krijgt op dat moment in de muziek en niet daar? Wat heeft die muziek daarmee te maken? Wat heeft het met jouw verwachtingen te maken? Hoe komt het dat jonge baby's gaan meebewegen met de muziek spontaan? Wat hebben wij met muziek? Zometeen willen we het nog even gaan hebben van over wat wij hebben met muziek. We hebben eerst nog even een vraag uit het publiek. Hallo. Voor de heren die het niet eens zijn met dat muziek uit visie dingen voortkomt. Wat mij betreft is dat onmogelijk te denken, tenzij je gelooft dat mensen bezield is of iets dergelijks. Maar ik geloof dat alle processen in de wereld en ook in het menselijk brein visies zijn. En dat creativiteit eigenlijk een verzameling fysische dingen is. Dus daardoor is wat mij betreft onomstotelijk dat alle muziek voortkomt uit logische processen. Dat is misschien wat filosofisch, maar je kunt het alleen maar daar niet mee eens zijn als je, bij wijze van spreken, als je gelovig bent. Dan? Ja, tilt de discussie naar een heel ander niveau. Maar Henk-Jan, misschien wil je er toch iets over zeggen? Ik ben absoluut niet gelovig, maar ik ben wel een groot muziekliefhebber. Maar wat in dit verband denk ik ook heel interessant is, en daar weet Henk-Jan waarschijnlijk meer van dan ik, dat is dat er allerlei theorieën zijn die eigenlijk
muziek en muziek maken en zingen als een soort primair menselijk proces zien. En zelfs een proces wat noodzakelijk vooraf ging aan het ontwikkelen van taal. Dat is een heel mooi boek van een meneer, ik weet niet hoe je het uit moet spreken, Maithen. Maithen. En dat heette de Singing Neanderthals. En daarin heeft hij dus de hypothese dat de sociale processen die gepaard gingen met het ontwikkelen van samen zingen, dat dat uiteindelijk ertoe heeft geleid dat onze vermogens om ook taal te gaan gebruiken zijn ontwikkeld. En dat betekent dus dat die muziek niet zomaar een bijproduct is, maar dat dat echt een heel fundamentele zaak voor mensen is. En misschien ook wel voor sommige dieren, maar in ieder geval dat dat buitengewoon belangrijk is. Een primaire zaak. En dat verklaart ook waarom die muziek ook voor ons mensen zo ontzettend belangrijk is. Ja. Ja, Henk-Jan, is het eigenlijk iets menselijks, dat muziek? Alleen menselijks? Of zijn er ook dieren die muziek aan? Veel mensen vermoeden dat. Maar ook het staat nu op de onderzoeksagenda. We zijn aan het kijken wat moet je weten en kunnen om muzikaal te zijn. Wat zijn de vaardigheden die je nodig hebt? En delen we die vaardigheden ook met andere dieren? Dus we zijn onderzoek aan het doen met apen, met zebravinken. Andere diersoorten om te zien of er een... En het vermoeden is dat er een biologische basis is. Niet zozeer natuurkundig, dus dat is misschien een antwoord op de vraag. Ik vermoed dat er een biologische basis is. En die zou dan die voorspelt dat we in ieder geval sommige gevoeligheden in muziek op een hele basale manier moeten delen met andere diersoorten. Om daar een soort van vraag over te stellen, is misschien een beetje een raar experiment, maar stel dat we iemand grootbrengen helemaal in stilte, kan die persoon dan op latere leeftijd nog muziek waarderen? Ja, dat experiment mogen we niet doen en terecht. Nee. Maar het wordt wel gedaan bijvoorbeeld met zebravinken. Daar mogen we weer wat meer dingen mee doen kennelijk. Die lijken wat minder op mensen. En dan zie je dat er prachtig onderzoek op zich hoort. Zie je dat sommige dingen inderdaad door biologisch aanleg bepaald wordt. Een bepaalde liedstructuur, als je dat dan met muziek vergelijkt, zich ontwikkelt. Maar andere echt afhankelijk zijn van de omgeving. Dus als je dan niet blootgesteld wordt aan geluid of aan je ouders of wat je hoort, dan stopt de bepaalde gevoeligheden. Er is dus altijd die combinatie van een soort aanleg die er is en een invloed van die omgeving. Ja. Ligt hier dan ook de basis voor dat wij westerse muziek mooier vinden en Chinese opera of Mongoolse keelklanken? Franse muzikoloog Jacques Attali die heeft ooit een keer gezegd, ik weet niet of ik hem helemaal goed citeer, maar muziek is een totaal sociale gebeurtenis. En Jan noemde het ook al even. Ik denk dat dat een ontzettend belangrijk aspect is. Dus op een gegeven moment wordt er in een gemeenschap van mensen afspraak gemaakt over wat tot dat domein behoort en wat niet. Dat zijn in feite tradities, worden mensen vervolgens opgeleid. En zo ontstaat dan zo'n traditie. Als je daar helemaal niet mee geconfronteerd wordt, kan ik me voorstellen dat het moeilijk is om een bepaalde en zo'n sociaal gedetermineerde muziek als zodanig te waarderen. Of om daarin te participeren. Maar laat zeggen, dat staat een beetje los van de vraag naar die basale, evolutionaire muzikaliteit, denk ik. Ja, er moet natuurlijk ook gezegd worden dat zodra je als mens spreekt, dat er dan eigenlijk ook al een zekere rudimentaire vorm van muziek in je manier van praten zit. Je hebt bepaalde talen waarbij dat heel erg ontwikkeld is, toontalen, maar ook het Limburgs bijvoorbeeld. En het gaat eigenlijk met elkaar, het heeft met elkaar te maken. Hè? Dus die gevoeligheid voor toonhoogteverschillen en natuurlijk wat we vandaag nog nauwelijks hebben besproken, ritme, is ook ontzettend belangrijk. En dat kun je heel erg cultiveren. En kunstmuziek waarbij dat ritme een enorme belangrijke rol speelt, is de Indiaanse muziek. Ja. Waar je fantastische ritmische patronen hebt. Niet zozeer aan het Limburgs eigenlijk, maar eerder aan het Chinees, waarin de toonhoogte ook echt de betekenis verandert. Natuurlijk, maar dat vond ik zo'n voor de hand liggend voorbeeld. Dus ik dacht, geografisch zeker voor de hand liggend. We willen deze lijn eigenlijk even doortrekken van het waarderen van muziek naar het maken van muziek. Is dat iets menselijks? Een andere reden om namelijk muziek helemaal te willen analyseren, te willen begrijpen, kan zijn het ermee kunnen creëren van nieuwe muziek.
Het idee is dus, als we muziek tot in alle detail begrijpen, dan kunnen we misschien deze regels en patronen voeren aan een computer en een computer muziek laten maken. En om dat onderwerp te starten willen we even luisteren naar 3 stukjes muziek. Een stukje van Bach, een stukje van Beethoven en een stukje van Chopin. En ik zeg de volgorde helemaal verkeerd. We gaan namelijk eerst luisteren naar Chopin, dan naar Bach en dan naar Beethoven. Maar één van de stukjes is nep. Laat even luisteren, dat was wel. Duidelijkheid, dit is dus allemaal uitgevoerd door echte mensen. Van een van de 3 stukjes was de bladmuziek. Door een computer gecreëerd, door een programma van David Koop. Ja. Aan jullie de vraag, welke? Triviaal toch? Dat is niet eerlijk, het experiment. Het kan veel mooier. David Koop heeft het veel mooier gedaan. Het eerste was natuurlijk een synthesizer en alle 2 akoestisch, dus dat was makkelijk. Maar David Koop heeft dat heel mooi, heeft het geprobeerd. En die laat ook zien hoe moeilijk dat is, hè? Dat je een... Die heeft geprobeerd om... Er staat nog steeds in het Science Museum. Daar hoor je stukjes Mozart en de computer genereert stukjes Mozart. Dan moet je zeggen, wat is echt Mozart? En mensen kunnen dat niet uit elkaar halen. Grappig genoeg was het 2e stukje van David Koop. Niet het eerste. Ja. Oké. Okay. Ja. Het Bach-koor was met de computer gemaakt. Dus daarmee bewijs ik zijn theorie, dat dat kan. Ja. Nee, maar... De toevoeging is namelijk, wat hij ook ontdekt heeft, want dat was toen heeft het met ATN-netwerken heeft hij dat kunnen, een techniek kunnen doen, dat het heel lokaal is. Het werkt voor ongeveer een maat of 2. Hij stopt ook hele maten Bach en hele maten Beethoven erin. Als het langer wordt, dan ga je herkennen dat er iets niet klopt. Er is dus geen vormverloop die typisch is voor een componist. Dus wat hij eigenlijk doet is, hij neemt stukjes Mozart, knipt het in hele kleine halve maten, die gooit hij door elkaar en knipt hij aan nog niet bestaande manieren aan elkaar. En dan kan je het verschil niet horen. Ze worden eigenlijk voor de gek gehouden. De anderen, hoorden jullie het verschil wel? Nou, ook. Ik herkende eigenlijk niet direct dat 2e stukje. Dus daar dacht ik van, maar dat is ook een beetje gewoon door de situatie, dat zou wel eens het missen stukje kunnen zijn. Ja, het eerste stuk was een soort vervorming, uit elkaar rekken van de treurmers uit de 2e sonate van Chopin. En de 2e, dat leek op Bach. En het 3e was natuurlijk volkomen duidelijk. Dat was Beethoven, de 9e symfonie. Ja. Dus dan kun je door deduceren en kun je er wel achter komen wat het was. Maar het is wel interessant. Henk-Jan, je zegt, we kunnen inderdaad wel stukjes opknippen en bij elkaar gooien en iets maken dat op Bach lijkt. Of op Chopin of Beethoven. Ja. Maar zoals we dat met schilderij ook kunnen. We kunnen een Van Gogh-achtig schilderij maken. Ja, dus dezelfde techniek kunnen we. En denk jij dat als we dus inderdaad de muziek helemaal uitgeanalyseerd hebben, dat we met een computer ook iets nieuws kunnen maken, iets verrassends? Nee, want als het lijkt op Van Gogh of op Beethoven, dan is het Beethoven. Dus... Maar jij doet onderzoek naar het hooking point.
Kun je misschien daar iets over vertellen en of we daar of we dat kunnen gebruiken voor nieuwe muziek? Ja, dat is onderzoek waar we geïnteresseerd zijn waarom bepaalde melodietjes en andere melodietjes niet in je hoofd blijven steken. Of worden we daarmee beter geheugen voor hebben? Maar als we daar alles over weten, kunnen dan popmuzikanten een perfect... Ja, ik zou dat niet eens willen. Ik geloof niet dat ik... Dat is de vraag van, zou je dan een hitmachine kunnen maken en dan heel rijk worden? Dat vinden mensen heel fascinerend altijd. dat interesseert me niet zo. Ik geloof niet dat dat kan. Ik geloof dat creativiteit is een überhaupt al een niet begrepen concept. En creatief is niet iets wat anders is als anders. Het is veel ingewikkelder. Ik denk dat daar nog veel onderzoek... Het is niet mijn specialisme, maar creatief begrijpen wat creativiteit is en dat algoritmisch beschrijven is een grote uitdaging nog steeds. En wat David Cope deed is volgens mij de meest simplistische versie ervan die ik niet eens creatief zou durven noemen. Als we de vraag even iets anders stellen. Kan iemand die... doof is geboren, op latere leeftijd net zulke mooie muziek maken als iemand die van jongs af aan wel kan horen? Ja. Dus ook dat misverstand weer. Muziek is geen geluid. Muziek heeft niet zozeer met geluid te maken. Je hebt muzici die doof zijn. Dus al onze cognitieve functies en emotionele systemen die reageren op trillingen of op een andere drager die muziek kan overdragen aan ons, daar kunnen we net zulke emotionele reacties hebben. Maar als iemand die doof is, dat kan... Waarom kan een computer dat dan niet? Omdat ik geloof dat die vergelijking niet helemaal opgaat. In die zin dat iemand die nog nooit iets gehoord heeft... Hoe zou je dan muziek kunnen maken door muziek te bestuderen? Omdat nog nooit iets gehoord heeft, bedoel je? Nee, iemand die van een jong, die doof geboren is. Dus ja, de vraag is, dus iemand, een mens zonder luistergeschiedenis. Ja, ik denk dat die heel goed muziek kunnen maken. Dat zou mijn vermoeden zijn. Ook dat is niet ethisch om uit te proberen. Een van de compositiestudenten op het conservatorium, dat is in dit verband wel interessant, die is bezig met het ontwikkelen van het concept van tactiele muziek. Ja. En in feite het tactiele muziek. Ja. Dus, wat houdt dat in? En nou ja, laat zeggen, het voorbeeld het horen van een beat of van trillingen, of het voelen van die trillingen eigenlijk, is een zou je een vorm van een muzikale ervaring kunnen noemen. En dat is interessant, denk ik, voor een componist om te proberen dat verder uit te denken. En dat is wat een van de componisten, van de compositiestudenten bij ons doet. Dat gaat overigens niet alleen over tactiliteit, het gaat ook over visualiteit. Dus er is natuurlijk vaak een relatie gelegd ook tussen beeldende kunst en muziek. En sommige schilderijen zijn op muziek geïnspireerd. En er is ook muziek die is op schilderijen geïnspireerd. Dus daar is zeker een wisselwerking denkbaar. We hebben een vraag uit het publiek. Ja. Het gaat voornamelijk over klassieke muziek, volgens mij. Ja. Maar wat vinden jullie nou van de popmuziek van nu? Of wat vinden jullie bijvoorbeeld van de Beatles, bijvoorbeeld, wat ik daarnet even op de piano speelde? Dat is klassiek. Dat is klassiek. Ja, dat is inmiddels toch wel behoorlijk klassiek, dacht ik. Nee, maar je hebt een punt. Want we hebben ik maak die opmerking al eerder. Muziek is over de hele wereld en in hele verschillende vormen. En het is fascinerend om daar eens naar die andere muziek te luisteren. Zo verschillend ook. Ja. En ik geloof dat het oordeel goed of slecht, dat is gewoon niet wat we willen doen. Heeft de focus op de westerse klassieke muziek niet te maken met de voorkeuren van de wetenschappers? Ja, natuurlijk. Maar sommige wetenschappers die luisteren ook wel naar andere muziek. En die gaan dus naar bijvoorbeeld gamelan muziek, hebben we in het verleden veel onderzoek naar gedaan. Het is gewoon goed om je erbij te rekenen. Soms heb je een theorie die zo lokaal is en muziek is zo specifiek in een bepaalde regio, dat je moet oppassen dat je theorie niet te veel aan dat genre hangt. Weet je wat ook een beetje het probleem is? Is dat natuurlijk die westerse klassieke muziek is genoteerd. Dus het instrumentarium van de muzikoloog was erg ontleend aan dat van de tekstcriticus, de filoloog, de mensen die teksten lazen en interpreteerden. En dat was voor de muziekwetenschap het model. Het interessante is dat pas gaandeweg en eigenlijk echt behoorlijk laat zijn muziekwetenschappers leren omgaan met muziek die op andere informatiedragers beschikbaar is. Dus inderdaad de popmuziek, de jazzmuziek en met name het aspect improvisatie is daarbij natuurlijk belangrijk. Je kunt dus ook bijvoorbeeld opnames analyseren. Daar zijn inmiddels ook veel technieken voor.
En je ziet eigenlijk ook dat dat aansluit bij de praktijk, waarin niet zozeer partituren, maar geluidsopnames worden uitgewisseld. He, dus dat maakt ook die muziek toegankelijk voor de muziekwetenschap. Er is nog een vraag uit het publiek. Maar dat kan overigens net zo klassiek worden. Dat was de achtergrond van de opmerking zo net. Ja, ik had een vraag aan Henk-Jan eigenlijk. Er werd eerder genoemd, als ik me niet vergis, dat klassieke componisten eindeloos dezelfde oefeningen moesten herhalen. En daarmee een soort repertoire opbouwen, wat ze vervolgens in diezelfde stukken ook weer gebruiken. Nou, als componisten dat doen, en bijvoorbeeld jazzmuzikanten ook, en een computer dat eigenlijk ook doet, wat is dan precies de kritiek op automatische muziekgeneratie die kleine stukjes muziek hergebruikt? De kritiek daarop is nou ja, kritiek, dat inderdaad zoiets is als wat jazzmuzici doen. Hè? Snowden heeft er een prachtig boekje over geschreven, van een soort repertoire van dingen die je ook live de hele tijd combineert. Maar dat is een goede beschrijving en dat kan de computer ook doen. Maar ik heb het vermoeden dat een jazzmuzikant dat op een specifieke manier doet die we nog niet aan een computer uit kunnen leggen. Ik heb in ieder geval nog nooit een overtuigende jazz-improviserende pianocomputer gezien. Het concept dat het kleine dingen combineren is op spannende en onverwachte manieren, dat is hetzelfde. Maar de manier waarop en hoe uiteindelijk, als je het een machine kan uitleggen en die is echt overtuigend, dan is dat een goed overtuigend model. Maar daar zijn nog maar heel weinig voorbeelden van. Ja. Om dat verhaal weer op te halen van die conservatoria waar ik het over had. En die modellen, die schablonen die componisten gebruiken. Inderdaad, de kunstzinnigheid, en dat werd ook in die tijd zo ervaren, zat hem in de combinatie. In de bijzondere combinaties en de onverwachte combinaties die daar werden gebruikt. Maar ik moet één ding daar ook bij zeggen. Wat niet tot die schablonen behoorde. Ik bedoel, de schablonen waren vaak progressies, schema's, akkoordschema's. Wat daar niet toe behoorde was de melodie. Dat hoorde echt tot het domein van de creativiteit, van de creatieve ingeving. En daar werden componisten vaak op beoordeeld. We hebben nog een laatste vraag uit het publiek. Kom maar. Aan Jan. Nou, ik heb een vraag eigenlijk aan Michiel, denk ik. Dus over die oefeningen die aan conservatoria worden gedaan. En bijvoorbeeld, ik zelf denk soms dat zeg maar, muziek en ingenieurwetenschappen zijn in principe zeg maar dichtbij aan elkaar. Waarbij, dus we hebben natuurwetten, zeg maar. Ja, maar dit gebouw voldoet aan natuurwetten, maar dat betekent niet dat dit gebouw door een computer wordt ontworpen. Nee. En denk ik hetzelfde in muziek. Dus er zijn zeg maar wetten, maar dan de mensen kunnen zeg maar met die wetten werken. Dus niet gewoon zeg maar iets schrijven, maar wel de creativiteit daarmee insteken. Wat denken jullie daarvan? Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik moest onmiddellijk denken aan Het Parijse conservatorium dat in 1795 is opgericht. Het eerste echte moderne staatsconservatorium. Dat had een structuur die overeenkwam, wellicht zelfs ontleend is, aan de polytechnische scholen die in dezelfde tijd ontstaan. Met een basisopleiding die eigenlijk theoretisch was. En een hoofdvakopleiding of een vervolgopleiding die mensen in staat stelde zich te specialiseren in een bepaald instrument. En datzelfde gold voor, laten we zeggen, ingenieursscholen. Die kregen een algemene theoretische basis. Ze konden zich dan specialiseren in, laten we zeggen, mijnbouw of civiele techniek of wat ook. Hè, dus dat is een interessante vergelijking. Maar ik denk dat het goed is om je rekenschap te geven van een aantal fundamentele eigenschappen van muziek, geluid. En daar vervolgens geheel op eigen wijze daarmee aan de slag te gaan. Ik geloof dat, ik ken weinig muzici die zeggen van grote kwaliteit, van een hoog niveau, die niet dat soort kennis in huis hebben. Wat ze daar vervolgens mee doen, dat kan totaal uiteenlopen. Ik hoop dat je vraag een beetje beantwoordt, maar... Met deze woorden willen we graag afsluiten. En hartelijk dank. Groot applaus voor alle sprekers. Dank. Dank jullie wel voor iedereen die er nog is. Mocht je begin of het einde gemist hebben, dan kun je terugkijken op betterbreak.nl.
Volgende maand zijn we er weer met de beta-quiz. Grote strijd tussen alle studieverenigingen. Vergeet niet onze Facebook te liken als je dat nog niet hebt gedaan. Zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende edities. Dank jullie wel voor jullie aandacht en aanwezigheid. En tot volgende maand.